Als we aanzien komen dat het gaat sneeuwen, dan gaan we aan veel touwtjes trekken. Want we moeten zowel aannemers als eigen mensen als de vrijwilligers op gaan roepen. En het liefst doen we dat een uur 24 van tevoren. Uiteraard kan het ook ad hoc. En dan op een dienst hebben we ongeveer 120 man werken. En daar hebben we ongeveer 90 voertuigen voor rondrijden. Onze voertuigen worden bemand door een groot deel eigen mensen. Die doen voornamelijk de coördinerende en leidinggevende taken. Daarnaast hebben we een stuk vrijwilligers, die mensen die werken op Schiphol. En die rijden een groot deel van de grote voertuigen. En dat kunnen dus controllers, secretaresses, financieel medewerkers zijn. Je begint hier om 6:30. Meteen allemaal de sneeuwvloot op, naar buiten, uitrukken. Ja, het is ontzettend druk. Je bent volop bezig, continu, je staat geen moment stil. De auto waar ik in rijd, die kan aan de voorkant kan die alleen schuiven. Dan komen we op het middengedeelte, daar haalt hij het laagje wat hij laat liggen met het bord, haalt hij nog weg met de bezem. En daarachter heb ik nog een blower en die blaast het restant, blaast hij weg. De sneeuw wordt dus geruimd en dan hou je overal sneeuwbergen over. We laten het niet smelten omdat er zitten wat smeltmiddelen in en die willen we liever niet in het milieu krijgen. Deze grote berg wordt afgevoerd door vrachtwagens en die vrachtwagens die rijden naar een afvalverwerking en daar laten we het smelten en dan komt het dus niet in het milieu, vangen we het allemaal op.